En geloof me, ik heb keihard gewerkt op deze voorstelling, ook al vind je sommige schepen en dat niet onder werk valt. Zonder zeven, ik ben echt wat omvergeblazen. Het is echt een zalige show. Ik vind het de beste show dat er maar gemaakt heeft. Ja, dat is leuk. Er zat een verhaal in. Ik was aandachtig van begin tot einde en dat vind ik al heel prestatie. Het thema, alles klopt. Ik vond het ook leuk dat hem toch zo een beetje een gevoelig thema pakt, want dat hem toch niet kan laten om een echte comedian te zijn. Is Thomas op zijn best en kan iedereen aanraden om daar naar te komen kijken? Als er iets is wat meneer Smit het beste kan, van alle comedians die ik ken, en ik ken er een paar, kan, is dat mensen meesleuren, maar echt sleuren, zo in een verhaal waarvan ik niet goed snap van waar gaan we nu naartoe, waar gaan we naartoe, en dat je niet anders kunt dan lachen. Hij speelde met heel zijn lijf en hij zei echt gevatte dingen. Ik vind het echt een must-see voor iedereen eigenlijk. Ik vond dat er zo in beschreven werd wat dat je voelt, maar wat dan nog niemand echt heeft uitgesproken. De regering is iets van plan. Het eerste dat ik kon denken was, wauw, een regering met een plan. Ja, hij legt de dingen eigenlijk heel goed uit voor iemand die nog niet mee is. Die niet mee is met verandering. Als ik het niet uitgelegd krijg, luister maar eens naar Thomas. Het is alsof dat hem de leeftijd heeft bereikt om ervoor uit te komen. Zo van, nou, hier stok ik voor, fuck it. Dat je ermee eens bent of niet, I don't care. De Smit is een grote jongen geworden. Dank je wel.